Prins Willem-Alexander heeft in Den Haag de Koning Willem I-prijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor bedrijven die goed ondernemerschap tonen en die met onder meer durf- en doorzettingsvermogen een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Het is eigenlijk een prijs voor excellent ondernemerschap. Dus niet alleen maar ondernemerszin, maar ondernemerschap. En dat betekent dat je een goede ondernemer moet zijn in alle aspecten. En dan gaat het natuurlijk ook om je bedrijfsvoering. Het gaat hoe ga je om met je personeel, hoe ga je om met je human capital. En hoe weet je in jouw branche de beste te zijn. En de beste onderneming in de categorie midden- en kleinbedrijf is... Adams Musical Instruments. Adams Musical Instruments uit het Limburgse Ittervoort is ontwikkelaar van muziekinstrumenten en heeft een uniek bedrijfsproces waarin wordt samengewerkt met muzikanten over de hele wereld. Geweldig trots voor het bedrijf, voor iedereen die bij het bedrijf betrokken is, alle medewerkers uiteraard, maar ook voor de muzikanten. Want zij zijn de mensen die ons aanwijzingen geven, die ons verbeterpunten aangeven waarop wij weer kunnen doorborduren, waar wij ook weer op kunnen innoveren. Ja. Winnaar in de categorie Groot Bedrijf is Stage Entertainment uit Amsterdam. Volgens de jury heeft het bedrijf het theaterlandschap fundamenteel veranderd en durft het bedrijf te investeren in alle voorzieningen die nodig zijn voor een musical, zoals het aankopen van theaters en het bieden van entertainmentopleidingen. Er zijn ook heel veel mensen die hier hun opleiding krijgen. De Fontys Hogeschool in Tilburg. Daarvan komen mensen af die daar hun opleiding genoten hebben. Die nou in Wenen musicals zingen. Of bij onze theaters of ook bij anderen. Ja, het is geen zware industrie. Het is geen metaalindustrie. Maar wel een exportproduct geworden. De Koning Willem I-prijs is opgericht in 1958. En is bedoeld om creatief en innovatief ondernemerschap aan te moedigen. De prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt.